En jullie waren voor Zuid-Afrika. Misschien kan je even een beetje zo staan dat we even goed in beeld zijn. Jullie hadden natuurlijk het gastland geloot. Hoe was dat gevoel bij de loting? Je was erbij dat je Zuid-Afrika kreeg. Als land, als gastland. Ja, goed. Gaf dat geen bepaald gevoel? Ja, ik had het gevoel dat ik de albino was van de Zuid-Afrika. Ja. Maar dat ik er wel voor ga en dat het gewoon de winst had van het toernooi. Ja, ja. Bereid je maar voor. Ja, dat is ook een heel warm onthaal door de mensen. En, ja. Ovatie, het gaf ons een goed gevoel. Ja, hoe was het om tijdens het toernooi de eerste gele kaart te krijgen? Onterecht. Kijk uit, je zit nog in de wedstrijd als je scheidsrechter een tuchtje misschien. Is dat zo? Ja, ja, ja. Met die kamer van de kerk, ik bedoel, het was een omhaal en ik kreeg geel, dat klopt toch niet? Ik vond het een duidelijke gele kaart. Ik heb hem nog even in de herhaling een paar keer teruggekregen. Duidelijk geel. Ik vond het mooi allemaal. Dus, misschien moet je toch eens een bril aanschaffen dat je het goed ziet wat er gebeurt. Jullie zijn een team van Nico Bril, hè? Ja. Heb je lenzen in of draag je normaal een bril? Ik heb zeker lenzen in. En speciaal gesponsord voor deze wedstrijd. Dan zou ik het maar eens opnieuw laten meten. Want je riep elke keer dat het voor dubbeltellen, kinker dit, kinker dat, terwijl het allemaal zagen wij dat het op de paal was. En het mooie aan dit fenomeen is eigenlijk dat zelfs de tegenstander na afloop van de wedstrijd toegaf dat het echt een klinker was. Helaas heeft de scheidsrechter anders beoordeeld. Ja, waarschijnlijk de vierde official zag het zelfs ook niet. Ik vraag me eens af wat zij dan naast het veld doen. Maar als de tegenstander duidelijk aangeeft van het is echt wel een klinker, ja, dan vind ik gewoon dat wij eigenlijk in de steek zijn gelaten onze scheidsrechter. Dus je hebt een commentaar op de scheidsrechter. Hoeveel mensen hebben jullie in het team? Want ik denk dat er nu al twee schorsingen aan zitten voor de volgende wedstrijd. Wij hebben een hele gala aan allemaal groepen en supporters die graag voor ons willen invallen. Dus als jullie denken dat jullie ons moeten schorsen, dan gaan we graag die rechtszaak aan. En wij hebben denk ik voldoende materiaal om aan te tonen dat deze scheidsrechter gewoon duidelijk gebrek is gebleven en duidelijk nog wat moet leren. Nou, ik denk even dat ik nog een keer een vraag ga stellen dat je bandje me volpraat. Ja. Misschien als je handig is dat je herhaling gaat terugkrijgen. Maar wat me opviel eigenlijk in jullie team, de eerste twee wedstrijden hadden jullie niet zo moeilijk. Hadden jullie beduidend veel plezier samen. Ja. Toen kwam de derde wedstrijd tegen Frankrijk. En dat ging een beetje van wie wordt de winnaar van de pool. En dat ging slecht. En in één keer was die teamgeest anders. Ik zie, en ik heb ook een bril van Nico Brillen. Ik zag jou een keer Nico opstuiteren, je pakte hem op in zijn nekvel, je gooit hem naar voren, we gaan wisselen. Jij liet dat dan toe trouwens, maar goed. Ja, dus waar kwam dat in één keer vandaan, dat gevoel? Het mooie aan dit team is gewoon dat de acceptatie tussen onderling accepteert gewoon heel veel van elkaar. Wij zien gewoon dat we samen een teamdoelstelling hebben, dat we willen oefenen. Dat je weer een heel verhaal houdt, maar in Zuid-Afrika gaan jullie zo met albino's om, begrijp ik? Nee. Alleen in dit geval was het even nodig. Was het even nodig. Ja. Wat verwachten jullie van de achtste finale? Nu gaat tegen de groepswinnaar van groep B. Ja, wat verwacht jij ervan? Ja, winnen. Gaan jullie winnen? En hierna krijgen we het WK voetbal in Zuid-Afrika, het veldvoetbal. Wie wordt er volgens jullie wereldkampioen? Nederland. Nou, ik denk dat Nederland wel goed gaat doen, maar Portugal maakt ook zeker een goede kans. Hoezo Portugal? Nou, ik denk dat zij gewoon voldoende spelers hebben die erg fit zijn en... ja, ik denk dat zij wel het verschil kunnen maken. Maar uiteindelijk wordt het een spannende wedstrijd tegen Nederland zo meteen ook. Het is wel een beetje een gevoelige wedstrijd, hè, denk ik. Ik denk dat het gewoon een leuk spektakel wordt. Oh, oké. Okay. Nou, ik wens jullie heel veel succes in de achtste finale op 30 mei en nog een prettige avond. Dankjewel, mooie bril trouwens. Ja, iets van Nico Brillen. Nico, ja. Hé, jongens, bedankt.